Uiteindelijk is de conclusie, we hebben onaardige dingen over hem gezegd, maar we missen Rutte gewoon. Nou. Ja, we missen het ook. Nou, het is wel een staatsman. Ja. Je hebt toch Jesse Guls nog? Ik bedoel, die kan dat dan toch oplossen? Nee, ik ben... Jongens, sorry, maar ik ben niet onder de indruk van deze dame. Waarom? Heb je er nu ook weer gezien met die onechtheid? Zij is een meesteres van de onechtheid. Ja, precies. Zij acteert een persoonlijkheid. Ja. Wat zat je doen? Nou, ik zat het rapport te lezen. Nee, maar dat... Nee, maar wacht nou even vragen, Jan. Ja, Jan. Nee, maar dit is... Zeg. Ja. Dat is de buitenkant. Kan je dat nog één keer doen? Wacht even, dan heb jij gedroomd. Wat zeg je? Heb jij gedronken? Nee, helemaal. Oké. Okay. Nee, je moet wel even blazen na afloop van de uitzending. Maar dat is de meest normale van het stel hier. Nou, dat moet niet snel hier, hoor. Dat ik, even, ik, ja. ik zie volgende week zo'n jasje weer opkomen, hoor. Maar jij zei laatst al, ze heeft geen ziel. Nu is het ook nog een acteur, hoor. Nee, maar vind je dit nou iemand die... Vind je dit een mens van vlees en bloed? Ja, wacht hem even. Ja. Nee, maar, dit is de vorm. Maar als je nou kijkt... ik zeg niet dat ze het grandioos heeft gedaan bij de verkiezingen... maar als minister... Justitie deed ze goed. Nee, heeft ze, ja, ik bedoel... Ja. Nee, maar ja. Maar de kiezer heeft een neus voor echtheid. De kiezer zoekt naar authenticiteit. En deze Klaas Dijkhoff. Ja, en Klaas Dijkhoff heeft dat. Klaas Dijkhoff is heel erg... Ja, dat heeft die man natuurlijk gewoon. Dat kan hij... Dat is Prins Carnaval. Jawel, maar ik ben het wel... Ja, het was Prins Carnaval. Ik ben het wel met Joop eens. Van, ik was ook helemaal uitgekeken op die Rutte. Maar nu je dat gestuntel ziet van die twee dames... die helemaal niks kunnen, die nou het bewind hebben... dan ga je inderdaad Rutte... Kijk, die was met zijn situatie in de gang ook, had hij geregeld. Die journalisten hadden uit zijn hand gegeten. Ja, maar hij had zijn kleren altijd goed aan ook. Daar had je toch al geen probleem mee. Maar hij trok altijd gewoon zijn kleren goed aan. Dus dat is al geen probleem, ja. Nee, maar het is een goed punt wat je maakt. Want stel je nou eens voor dat je met deze vier partijen chocola had moeten maken. Dan moet je dus Caroline niet beledigen. Nou, dat is verrekte lastig om Caroline niet... Die wordt overal wordt boos over. Ze is niet rancuneus. Nee, maar ze is wel... Ik vind een moeilijke vrouw. Moeilijke vrouw, vind je niet? Van dat gedonde met Tjerk, of heet die Tjerk of zo? Heet die van D66? Dat moet dan terugtrekken. Ja. Dan was er dus niks aan de hand. Nee, nee joh, maar dat was heel kinderachtig. Kun je Caroline ook nadoen eigenlijk, of niet? Nee, maar... Nee. Ja, ik weet het niet. Nee, maar Caroline zo met haar trui omgekeerd... Dan heeft ze toch heel veel weg van Ma Vlodder als je ze zo ziet.